Tom van der Looijen. En dan maakt Noordwijk zomaar een einde aan een geweldige reeks van ongeslagen wedstrijden. Van 12 ongeslagen wedstrijden. Hoe pijnlijk is dat voor jullie? Ja, het is natuurlijk pijnlijk, maar we steken de hand in eigen boezem. Ik vond het terecht vandaag. Compliment aan Noordwijk. We weten waar we het hebben weggegeven. Twee knullige momenten in de eerste helft. Ik denk dat de eerste helft helemaal niks aan de hand was voor ons. Alleen de tweede helft hebben we niet goed genoeg gespeeld. Dat Noordwijk wint, hè? Ze staan bovenaan. Is Noordwijk daarmee in jouw ogen een van de belangrijkste kampioenskandidaat? Of eigenlijk dé kampioenskandidaat? Ja, ik heb lang niet alle wedstrijden met Jong gespeeld. Ik denk een stuk of vijf. En ik vind Noordwijk wel de beste waar ik tot nu toe tegen heb gespeeld. Waar zit hem dat in? Ze doen geen gekke dingen. Ze spelen opportunistisch, prima kwaliteit. Ze zijn fysiek sterk. Maar vooral geen gekke dingen. En we hebben vaak tegen ploegen gespeeld die het zomaar weggaven of die, waar we makkelijk doorheen konden voetballen. En dit was een team die het prima voor elkaar had. Volwassenheid, is dat een goed woord? Dat is een goede omschrijving, jazeker. Nou, dankjewel. Het gaat sneeuwen, laten we gewoon snel naar binnen gaan. Dankjewel, goede reis naar huis. Dankjewel.